Yo gasten, bedankt voor het kijken. Ik heb een vette gameplay voor jullie op map Dome. Dome is gewoon een, ja, ik vind het een beetje een rare map, weet je. Maar ik ben ook niet al te handig met al die knopjes. Ik zit liever aan andere knopjes, toch? Oké, ik moest deze gameplay inspreken van de lead, maar ik denk dat het niks gaat worden, hoor. Ik denk dat hij het zelf maar even moet gaan doen. Ja, waarom ik het moet doen is dan dat Jan Teesie africht heeft gegeven, toch? Hij zit lekker met zijn leuwerreet op het strand. Dus ja, daarom. Maar ik ga het delete geven, want dit wordt helemaal niks anders. Oké, in ieder geval bedankt voor het kijken en ik spreek jullie later. Goed, nou ja, Stanley in ieder geval bedankt. Mensen vinden dit echt wel leuk, denk ik. Maar goed, jongens, ik heb voor jullie vandaag een gameplay op de map Dome. Deze gameplay is van Erik. En waarom post ik weer een map van, ja, voor Erik of van Erik? Dat is eigenlijk omdat we een weddenschap een maand geleden hebben afgesloten. Dit heb ik ook opgenomen op de gameplay. Ik heb hem ook gebeld en de weddenschap stond. De weddenschap ging om ja, 2 kratten bier. Wat was de bedoeling? De bedoeling was dat hij een knife, throwing knife gameplay haalde. Of tenminste dat hij dat moest gaan halen. Dat ging hem een post op het kanaal. Helaas is het hem niet gelukt. Vandaar dat ik ja, Tom heb gekozen voor een andere gameplay van hem. Hij heeft wel een aantal avonden, dagen is hij bezig geweest om het toch te proberen. Ja, en zijn KD is dan ook aardig naar beneden gegaan. Dat vonden wij natuurlijk wel, ja, wel grappig. Want het is wel een mannetje van, ja, mukken deed dit, mukken deed dat. En ja, hij speelt ook gewoon goed hoor. Maar ja, we moesten toch even wat verzinnen om zijn gameplay een beetje... Of tenminste om zijn KD een beetje naar beneden te halen. Maar goed, het is gewoon aardig gelukt. En helaas voor hem heb hij geen ja, knife, throwing knife, moab behaald. Nu zijn we eigenlijk op zoek naar wat anders voor hem. Dat knife, throwing knife, dat was toch een beetje ja, te lastig eigenlijk. Dus nu gaan we op zoek naar wat anders. Nou is aan mij de vraag, jongens, willen jullie een reactie achterlaten met een klas voor hem? Waar hij een... ja, moab moet gaan halen. Weet ik veel wat. Een rocket launcher. Of weet ik het allemaal. Kan ze gek niet bedenken. Of ja, je kan natuurlijk wel een klas bedenken voor hem. Maak gewoon een zo lastig mogelijke klas voor hem. Zodat we een nieuwe uitdaging hebben voor hem. En dan ja, gaan we gewoon even kijken of het, ja, of het dat. Of dat hem dat wel lukt. Hey, ik ben eruit. Nee, maar goed, dan bedoel ik gewoon een klas mee met wapen, perks en alles. Gewoon echt een heel complete klas, want anders moet je zelf alsnog wat gaan uitzoeken. En dat is niet echt de bedoeling, het is gewoon echt de bedoeling dat, het, ja, dat hij hem gaat behalen met jouw klas. Die jij hebt bedacht voor hem. En ik zal even een link zetten in de description van, ja, van het filmpje van de vorige keer dat we die weddenschap hebben afgesloten. Zodat je hem terug kan kijken of gewoon kan bekijken als je hem nog niet hebt gezien. Verder rest ja, heb ik een aantal video's gepost. Nou, ik zit volgens mij op 20, 25 video's of zo. En natuurlijk heb ik ook hele leuke reacties. Likes. En ik heb gewoon duimpjes omhoog en duimpjes naar beneden. Maar jongens, kom op. Als je een duimpje naar beneden geeft, waarom doe je dat dan? Doe je het omdat ja, de beeldkwaliteit slecht is, mijn comment slecht is... Is het gewoon het niet gunnen of weet ik veel wat. Ja, het kan toch allemaal. Ja, maar goed, ik vind het op zich niet erg als je een duimpje naar beneden doet. Daar zou je gerust wel een reden voor hebben. Maar laat die reden dan ook even achter in een reactie. Waarom je het hebt gedaan. Zo kan ik ook van jullie leren. Daar kan ik er ook mijn best even voor doen. Om te gaan kijken, om ja, dat even te gaan veranderen. Dat het wel beter wordt. Dat je wel gewoon ja, een duimpje omhoog kan geven in plaats van naar beneden. Maar voor de rest, jongens, hartstikke bedankt voor het reageren. Ik vind het echt gaaf. En ik vind het ook steeds leuker worden. Ik ben eigenlijk nog maar net begonnen. Het is nu een paar maanden eigenlijk dat ik een beetje met de commentaar ben begonnen. En het is wel gewoon echt steeds leuker om te doen. Ik word er ook steeds handiger in. Ook qua bewerking en dat soort dingen. Nou, zoals jullie horen, zet het geluid er ook weer onder. Hoe ik het voor elkaar heb gekregen, ik heb geen idee. Ik heb... ja, een filmpje gewoon gesleept van de ene map ja, naar mijn Vegas Pro. En ja, nou staat het wel goed. Ik vind dat een beetje vreemd. Misschien komt het toch door het middel van het opnemen of zo. Ik heb geen idee. Maar ik hoop zeker in de toekomst dat het gewoon een stuk beter wordt. Dat ik gewoon lekker kan posten met het geluid eronder.
Kijk toch even leuker, vind ik zelf. Nou ja, goed, dat was dat eigenlijk even. Ik wou het nou een beetje gaan hebben over de gameplay. Maar dat is toch wel ja, hetgene waarvoor je eigenlijk natuurlijk naar de filmpjes kijkt. Erik speelt met heel veel koffer. Hij kijkt ook constant op zijn minimap. Hij speelt ook met een killstreaks UAV, Predator, Attack Heli. Het zijn eigenlijk hele lage killstreaks, maar je maakt er wel heel veel kills mee. Nou, weer heb je zijn UAV al binnen. En zo direct zal hij ook wel de rest behalen. Maar dat moet ik even bekijken, want ik heb dit videootje ook eigenlijk nog niet gezien. En zoals ik net zei, hij speelt echt met heel veel koffer en kijkt op zijn minimap. Dus hij weet ook dat, ja, dat ze hier naar buiten gaan lopen. Even wisselen van wapen. Die andere is een burstwapen, dus de type 95. Dan moet je een burst schieten. Nou, zoals je ziet, rennen ze naar buiten toe. En dan ja, ben je eigenlijk weer net te laat. Hij heeft zijn Predator behaald. Die zal hij hierin gezetten. Ja. Nou, ik zie nu al meteen dat het gewoon een schitterende dubbelkill wordt. Waardoor hij meteen zijn attack heli binnenhaalt. Zo zie je maar weer. Het is eigenlijk wel heel simpel. Als je dan gewoon met lage killstreaks speelt. Dat je eigenlijk alles zo binnen hebt. Op zee zitten er twee nu. Dan loopt er ook eentje achterlangs bij hem. Dus even afwachten. Ja, wachten gewoon even tot hij niet in zijn rug gepakt werd. En dan pakt hij nou even die andere twee. Nou, het is er dus eentje. Maar goed, je ziet dat hij speelt echt met heel veel koffer. En het is gewoon, hij reageert echt heel snel op, ja, op zijn, noem je dat? Op zijn minimap. Nou, hier heb je een prachtige MOA binnen. Zie je, zo lukt het hem wel. Dus mijn vraag is echt, jongens, stuur even een klas in en dan kan hij weer even zijn best doen. Nou, zoals ik al een paar keer heb verteld, nou heb je dubbele punten georganiseerd, geregeld voor zijn teammaten. Iedere kill wat ze nou maken, is het gewoon een dubbele kill. Of dubbele punten, sorry. Maar iedere kill dus, wat je nu maakt, krijg je dubbele punten. Omdat er een MOAB ja, in is gezet. Even zien. Even kijken hoor. Zal hij nou wel doodgaan, denk ik. Dat is 9 van de 10 keer zo natuurlijk. En je bent wel dolblij dat hij ze allemaal even hebt behaald. Het is een beetje het einde ook van de gameplay dit. Vond je deze comment leuk? Ja, klik dan meteen op like. Hè. Vind je hem niet leuk? Laat dan ook even achter waarom je hem niet leuk vond. En ja, ben je nog geen abonnee? Abonneer dan. En ja, help gewoon mijn kanaal even wat groter te worden. Inmiddels heb ik 35... Nee, niet waar, ik lieg. 32 abonnees. En dat heb ik helemaal alleen gedaan eigenlijk, zonder hulp van anderen. Alleen van mijn teammaten dan. Maar zonder andere YouTubers. Die hun kanaal eigenlijk nog groot hebben gekregen. Ik heb alles ook een beetje zelf uitgedokterd. Gedokterd. Het gaat echt niet goed met me hoor. Maar gewoon dat ik, ja, ik wil gewoon veel meer abonnees hebben. Ik vind het gewoon echt wel leuk. Dus ja, ben je nog niet geabonneerd, klik dan alsjeblieft of op abonneren. En dan komt het helemaal goed. Je weet ook zeker dat je meteen niks meer mist van ons. En dat je al onze updates binnenkrijgt per mail. Volgens mij kun je dat ook uitklikken als je dat niet wil natuurlijk. Maar goed, nu gaat hij pas dood. Hij ging helemaal, helemaal los nog even daarna. Aan het einde zullen we ook even kunnen zien wat, ja, wat zijn KD was. Tenminste wat zijn kills en zijn deaths waren. Nou, dat ding wat hij nou neergooide, dat ken hij ook. Ja, het is gewoon een radar. Dat kun je ook gewoon iedereen ook in zien lopen. Gebruikt hij ook heel vaak. Ik heb het ook wel gebruikt, maar ja, ik vond het niet echt... echt handig, want ik gebruik nog liever mijn granaatjes en mijn fles. Of mijn stum. Dat doe ik ook gewoon als ik ja, iemand verderop zie lopen, dan stum ik hem even. Dan kan hij in ieder geval niet zo hard doorlopen. Dus dan kan ik hem gewoon lekker in zijn rug te grazen nemen. Nou, ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. En ik weet eigenlijk niks meer even te zeggen. Dus ik zou zeggen, rollator.
En blijf lekker even dat filmpje afkijken, want het duurt al maar een paar seconden. Oké, in ieder geval jongens bedankt. En ik spreek jullie. Mazzel.